Hey, goedemorgen. Het is 10 over 11 en ik ben de dag alweer begonnen met een blamage. Ik heb mijn ticket geboekt van Chiang Mai naar Krabi. Dat ging helemaal top. En toen dacht ik, ja, ik ga mijn verblijfsplek in Krabi ook boeken. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb hem op vandaag geboekt. En niet op 31 mei. Briljant. Ik heb Agoda gebeld, want dat is zeg maar de Aziatische versie van Booking. Die vind ik echt heel fijn werken in Azië. Ze waren echt mega vriendelijk. De man die me had geholpen, die zei, joh, ik heb je verblijf gebeld, maar ze spreken daar helaas geen Engels. Mijn collega die spreekt wel Thai, maar dan moet hij ze eerst bellen. Wil je dat, wil je terugbellen? Ik dacht echt, top service. Kan ik goed mee vooruit. Dus ik hoop dat het lukt om de data te wijzigen naar volgende week. En anders verlies ik €17. Jammer dan. Weet je wel, kan gebeuren. Gewoon voor niks. Gewoon €17 weggooien voor niks. 2 dagen verblijf. Dat is een beetje zonde. Dus ik hoop wel dat het lukt om dat aan te passen. Ik ga nu ex Benedict maken. Want die konden we gisteren niet eten. Omdat we veel te laat waren. En soms heb ik gewoon scheid aan mijn jolendag. Dan eet ik gewoon lekker waar ik trek in heb. Daarna staat een hike op de planning en ik, ja, weet je, zoals ik al eerder zei, wil ik terug naar 10.000 Buddhas. Dus dat is vandaag de bedoeling. Oh yeah, ex-Benedict als ontbijt. Yes, het is tijd om te gaan hiken. Check deze avontuurlijke trap al. Yes, dit wordt heel vet. Oh, het is super vochtig, dus ik zie dat mijn lens al beslaat. Wauw. Nou, zo zie je maar wat de luchtvochtigheid is. Crazy, hè? Ik doe even het dopje van mijn lens en dit gebeurt er. Het is ook best moeilijk om te ademen, moet ik zeggen, omdat het zo vochtig is. Nou goed, we gaan ervoor. Wow, kijk dan, ik ben echt Indiana Jones, die trap. Hier zit een klein watervalletje. Hier zie je echt zo'n mangrove. Ik weet even niet hoe dat in het Nederlands heet. Coole hike, echt super vet. OMG, ik zie apen. Ze zijn nu net naar beneden gegaan. Zie je daar iets bewegen? Ik ben ook heel bang dat ze mijn camera afpakken. Dus ik moet even voorzichtig doen. Daar, zie je ze? Gelukkig zijn ze op een veilige afstand. Want ik vind apen eerlijk gezegd best wel eng. Ook in verband met rabies en zo. Ik weet dat het misschien niet in Hongkong is, maar ik vind het gewoon eng. Ik hoef niet gebeten te worden door zo'n beest. Maar op deze afstand is het op zich wel vrij cool om apen gewoon in het wild te zien. Wauw, kijk dit uitzicht. Unbelievable. Ondanks dat het mistig is. Prachtig. Love it. En het is echt zo warm, moet je kijken. Ik weet niet of je het ziet. Maar er zitten allemaal... Dit is volgens mij niet eens mijn zweet. Dit zijn gewoon druppels uit de lucht. Omdat het zo vochtig is. Unbelievable. Ik zweet me ook helemaal dood, maar als ik zweet heb ik nooit echt van die druppels. En nu dus wel. Oeh, kijk hem daar zitten, kleine dief. Hij stond gewoon achter me, hè? En ik draaide hem om en ik hoor iemand snel door de takken wegkruipen. Vuile sneak dat je bent. Ik vind hiken echt heel leuk, hoor. Maar ik heb het op dit moment zo zwaar dat de ontbijt was... Absoluut geen goede voorbereiding op de hike. Ik ben de hele tijd super misselijk. Moest net bijna overgeven. Echt zo niet chill. Bovendien hou ik gewoon niet van een zeer tropisch, zeer vochtig klimaat. In de Caribbean trek ik het nog wel. Omdat je dan, tenminste, omdat ik toen dat ik er was, meestal op all-inclusive resorts verbleef. En daar heb je bijna overal airco. Of je hangt op het strand en dan, weet je, als het je te veel wordt, dan duik je de zee in. Maar zo echt... In een bos en dan zo'n hoge luchtvochtigheid en zo warm. Dat vind ik gewoon echt zo niet chill. Dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld niet naar een jungle wil of zo. Bijvoorbeeld in Borneo of dat soort dingen. Omdat ik dat gewoon, ik vind dat gewoon niet leuk. Dus misschien dat dat ooit in de toekomst verandert. Maar op dit moment heb ik absoluut geen ambitie om dat dan te gaan verkennen. En eigenlijk het pad wat ik nu doe, dus de trail, moest ik weer omhoog en allemaal trappen op. En ik dacht echt... Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik heb even op de kaart gekeken op Google Maps. En er gaat nu gewoon een verharde weg. Dat is een soort van binnendoorweg. Ik volg die maar. Weet je, ik ga mezelf niet dwingen om iets te doen
waar ik totaal geen zin in heb, omdat ik van hiken hou of zo. Dus nu gewoon lekker van harde weg pakken. Ik hoop echt dat mijn maag snel dat eten verteert. Want misselijk zijn vind ik echt een van de meest nare gevoelens die je kan hebben. Dus ik doe het heel even rustig aan en dan straks weer gewoon eventjes door het bos. Wauw, dit is dan wel weer erg cool. Ik loop nu met dit uitzicht naast me. Op dit pad. Heel gaaf. Ja, dit trek ik wel. En het zonnetje schijnt. Dit is echt niet normaal. Er vliegen de hele tijd zulke grote vlinders langs me heen. Dus ik ga heel even met mijn camera zo lopen. Ze vliegen ook bijna in mijn gezicht. Dus als ze nu op me afkomen, dan vliegen ze lekker in de camera. Zou je net zien hoor, daar komen ze natuurlijk weer niet. Ik hoor allemaal geluidjes. Ik ben echt bang dat die apen komen. Kijk, 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 kijk. Ik zei het toch? Oh my freaking G! Ah! Wauw, cool. Een kleine waterval. Word je altijd zo rustig van? Ja, dit is wel een hele coole hike. Zo langs het water. Wauw. Cool. Ik ben nu in Shatin voor de 10.000 Boeddhas. Mijn tweede bezoekje. Kijk hoe schattig dit eruit ziet. Dit is een hele andere kant van Hongkong. Daar zijn we weer. Ik was even bang dat ik te laat zou zijn. Tenminste, hoe ik mijn hike had uitgerekend. Maar het is nu 4 uur. En ik heb nog zeker een uur om hier te relaxen. Super lekker. Even eten bij het restaurant bij de tempel. Alles is hier vegetarisch. Dus ik heb, ja, dit is een soort tofu rollen met groenten. Saus erbij en rijst. Oh wauw, ik wilde net naar boven lopen, maar het begint zo keihard te regenen. Holy smackers, ben ik even blij dat ik nu niet meer in het bos zit. Wauw. Het was ook echt niet uit te houden hoor, met die luchtvochtigheid. Het moest er wel van komen. En nu gaat het ook onweren. Yay! Nou ja, blij dat ik binnen zat. De ergste regen is voorbij, dus ik ga toch nog even kijken of ik nog 5 minuten naar boven kan. Let's do this. Dit gebouw hebben ze blijkbaar nog niet gerestaureerd. En Stefan vond de vorige keer echt creepy. En ik zei, nou, het is op zich wel schattig. Beetje vintage, bla bla bla. Maar ik kijk er nu naar en ik denk echt, oh my god, Nadine zou me ook echt uitlachen als ik zoiets zou zeggen. Het is gewoon creepy. 5 minuten voor sluitingstijd. Nu ik er net even sta, doen ze de muziek aan. I love it. Kijk dit. Dat heb ik vorige keer niet gezien. En wat een perfectie met die regen. Wauw. Dit is echt zo mooi. En het beeld is gigantisch, hè. Ik denk niet dat het helemaal tot z'n recht komt. Maar als het dus niet had geregend, hè, dan had je dat water dus bovenin gehad. Unbelievable. Zo mooi. En dan is het alweer tijd om te gaan. Doei 10K Boeddhas. Tot de volgende keer. Kom hier niet meer terug. Love it. Zo prachtig, al die beelden. Awesome. Oh wow, Agoda Customer Care. Amazing. Het is gewoon al geregeld. Ze hebben me niet eens teruggebeld. Ze hebben gewoon met dat met de guesthouse gebeld. Mij een mailtje gestuurd. Yo, het is gefixt. Awesome. I love it. Het is niet de eerste keer dat ik dit doe. It just happens. Ik heb zelfs een verkeerd ticket geboekt. Nou, een ticket op een verkeerde datum geboekt. Toen ik van Taiwan naar Zuid-Korea moest. Heb ik het op de verkeerde datum geboekt. En toen moest ik
Toen moest ik 40 euro extra bijbetalen om de datum te laten omboeken. It just happens. Ik ben ook maar een mens en hiervoor heb ik een noodfonds. Dus niks ergs, maar Agoda? Wauw. Oh nee, zo doe je in Azië. Amazing! Ik kan je Agoda van harte aanraden voor het boeken van een kamer in Azië. Niche en ik zijn weer lekker thuis aan het eten. De patat is voor hem hoor. En ik heb de groene papaya salade. En ik heb weer drankje met zouten citroen. Zo. Drankje met een zouten citroen. En Niche heeft iets met kokosmelk. Ziet er ook wel lekker uit. Jammer. Oké, jongens, ik heb er een nacht over geslapen. Ik heb er een dag over gehiked. De Big Buddha geraadpleegd. Ik heb nog een keertje met Niche erover gehad. Too much love. Ik ga jullie nu gewoon vertellen dat ik weer... Ja, dat ik je gewoon meeneem in mijn rugzak. Letterlijk mee naar Thailand. Wee! En wanneer je dit ziet, dan weet je dat natuurlijk al. Maar ik ben gewoon echt blij dat je meegaat. Too much love. Het is bijna 12 uur. Ik ga proberen om op een beetje normaal tijdstip te gaan slapen. Morgen gaat Niche vroeg opstaan voor een voetbalwedstrijd. Ik wil echt heel graag nog hiken op Lama Island. Ik ben zo blij dat je er weer bent. Echt waar. Dat maakt me zo happy dat we samen naar Thailand gaan. Dankjewel dat je er vandaag weer bij was. Welterusten en ik zie je morgen.